Maar weet je waarom ik van tante S hou? Behalve dat ze een lekker wijf is. Tante S is een echte optimiste. Of optimist, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Maar wat er ook gebeurt, ze blijft altijd de positieve kans erin zien. Weet je, ze zegt het ook, laat je nooit aan het veld slaan, ook niet je huis. Tante S blijft geloven in het goede van de mens. Relatie op relatie gaat stuk, maar tante S blijft geloven in het goede van de mens. Eigenlijk is tante S geen optimist, ze is een utopist. Voor de mensen die nu iets hebben van, waar is mijn woordenboek? Een utopist is iemand die nog in utopia gelooft. Geen Ethiopië, utopia. De ideale wereld waar we allemaal naast elkaar, met elkaar, door elkaar kunnen leven. Een wereld zonder racisme en geweld, zonder oorlog, zonder discriminatie. Een wereld waar vrouwen echt gelijk zijn aan mannen. Een wereld eigenlijk zonder Osama Bin Laden. Maar vooral ook zonder George W. Gracie, son of a bitch Bush. Weet je? En ik heb zelf ook nog heel lang in utopia geloofd. Heel lang. Maar dan loop je op straat en dan zie je hoe iemand in elkaar wordt getrapt. Bijna dood wordt getrapt. Alleen maar omdat hij aan de anderen zei, hey, doe even normaal. Of je ziet kinderen elkaar te lijf gaan met wapens. Voor een iPod. Je loopt verder en je ziet twee vrouwen vechten voor de laatste rode jurk in de uitverkoop. Maatje XXXXL. Dan weet je hoe dat gevecht eruit ziet. Ik bedoel, daar wordt niemand vrolijk van. Vooral niet in de zee, man. Of je kijkt naar politici die alleen maar met zichzelf bezig zijn, met een bord voor hun kop, alleen maar gaan voor ikke, 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 ikke. Als we zo doorgaan, dames en heren, met alleen maar aan onszelf denken, steeds meer willen kopen, 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 als we steeds zo doorgaan, krijgen we nooit meer.